Op 10 mei 1940, om 8 uur 's ochtends, gaven hier 4 jonge soldaten zich over. In de uren daarvoor hadden deze 4 soldaten samen met 8 buddies 700 Duitse soldaten tegengehouden. En als ik in de tijd van de Tweede Wereldoorlog had geleefd, was de kans erg groot dat ik hier had gevochten. En daarom wil ik weten wat er hier gebeurd is.